Zo, ik heb net ons dochtertje opgehaald van school. Maar een wandelingetje zit er niet meer in, denk ik. Want ze ligt momenteel uitgetaald te slapen. Ik heb ondertussen wel al handschoenen gekocht voor haar. De volgende keer, nu het zal sowieso zo koud niet meer zijn, haar handschoentjes. Het zal zo koud niet meer zijn. En ook een betere muts trouwens. Deze. Het zal sowieso zo koud niet meer zijn de volgende keer, want het was toen echt wel extreem koud. We hebben gisteren was het nog... Nee, eergisteren was de koudste dag. Dat was het min 9 tot min 9 overdag is dat dan. Hè. Vandaag is het nog maar op dit moment is het min 2. Dus het is al minder koud, minder extreem. En vanaf deze week zal het ook, vanaf volgende week beter, zal het ook weer warmer worden. En het weer is eigenlijk heel, het is op dit moment wel, het is gevaarlijk op de weg, want het vriest en het regent en sneeuwt. Beter is neerslag. Maar de lucht is grijs, dus heel veel valt er ook niet. Heel interessant licht is er ook niet voor natuurfotografie op dit moment. Ik zal haar een keer wakker maken en dan gaan we naar binnen. Tot de volgende!